sta hier vandaag met een blije mededeling. Politieagenten, onderwijzers, leraren, militairen, medewerkers van de gerechtelijke macht en rijksambtenaren die ontvangen over 2015 en 2016 in totaal ruim 5% loonstijging. Plus in september van dit jaar een eenmalige uitkering van 500 euro. De timing overigens van de uitbetaling hiervan is dat een deel daarvan zal plaatsvinden per september van dit jaar. En 3% van de stijging per 1 januari 2016. Samenvattend, met deze overeenkomst 5% structureel loonstijging plus eenmalig 500 euro in september van dit jaar is er de basis gelegd voor cao's in de volgende sectoren: politie, onderwijs, defensie, de gerechtelijke macht en het rijkspersoneel.